Ja. Maar nu is de kindcafé in de kant. Jij wordt later heel rijk, hè? Waarom? Nou, omdat jouw handelsgeest. Voor kleine hapjes 5000 euro, dan word je wel rijk. Nou, zeker, ja. En maak het personeel nodig, want dit kan iedereen maken, dus dat heb je ook geen personeel voor nodig. Alles all in, hè? Kun je zelf maken, uitserveren. Ja. En de mensen zijn maar 3 minuten binnen en dat eten wat jij serveert, dus ik bedoel. Ik kom heel erg mensen. Ja. Dus we hoeven niet naar FC Kip. Nou, wat is dat? Goedendag, ja. Ik ben bij een super chique restaurant. Oh, chique restaurant. Ja, oké. Okay. Ja, even deze kant op gaan. Ja? Mag ik er heel even langs? Zo, achter het raam. Daar gaan we verder mee. Ons lieve heer maakt de eerste mens. Toen de dieren, toen de planten en toen een coco. Wat een triestigheid in de wereld. Hé, coco? Nee. Ja? Ik zou zeggen, ze buigen, denk ik. Ja, ik denk wel regen, denk ik. Het is donker, allemaal. Ja. Dit is jouw kost. Ik bedoel, het voorgerechtje kost 500 euro. Voorgerecht kost 500 euro. Maar ze moet zelf betalen. Nee, jij gaat betalen. Voorgerecht, hoor, 1 met 500 euro. Maar kom maar, man, kan looi leeg worden. Opa, ik blijf, hè. Je wil echt reis uit dat, dit betalen. Hè? Ja. Oh, wat lekker was, schat. Met de hand eten, ja. Lekker. Oh, ik kan wel lepen. Ja, je kan lepen, ik niet. Dat kost me 500 euro ook. Niet dan ben ik nooit nog aan. Zo. Ja, café kan wat weer leuk doen. Nu ga ik gewoon tonen zo zouden. Ik ga de volgende keer naar Sabbat. Ik ga. Sure.